Neemt u dan contact op met het klooster in Vaalsen, met het klooster hier in de buurt, en hier daar zit er een, of in Zenderen, of bij ons in Almelo. En 10 voor 10, en dan beginnen ze al. Vroeger had je altijd nog wel een of ander kwartiertje, of achter, kom morgen wel, of we zien wel. En nu zie ik, ben nog eerder dan jij, en ik ben nog sneller dan jij. En het enige wat je krijgt vandaag in jagen is dat alles gigantisch door elkaar gaat lopen. Ja, ik kan er niet zo goed tegen. Ik heb al gezegd 10 uur, dan moet je nu al nu beginnen te drijven. Nou, wat is het? Nou, waar hij? Het is privé. Ben jij het? Dat is lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Wat is er gebeurd? Ah, joh. Je bent bevallen. Ah, was jij dat? En wat is er geworden? Ah, hoe gaat hij heten? Kevin? Jeffrey? Michael? Melvin? Alderikerink? Hé? Ja, dat is een mooie naam, Alderikerink, ja. Hé? Waar? Ja, een bevalling is waar. Hoe bedoel je? Oh, maar dat trekt wel weer bij. Waar? Oh, maar dat naaien ze wel weer dicht. Maar zeg eens eerlijk, wie is de vader? Dat doe je zo flauw. Maar wie is de vader? Zeg dat je de auto is en wat voor werk hij doet. Ja, ja. En de kind zelf, is het erg lelijk? Ja, ja, dacht ik wel. Ja, dat hadden jullie nog niet zelf moeten maken. Nee, je hebt zulke leuke adoptiekindertjes tegenwoordig. In allerlei kleuren. Je hebt er alleen besteld, heel goed. Welke kleur? Zacht okergeel. Eens even kijken, zacht okergeel. Oh, maar dat zal ik mooi staan bij je nieuwe gordijnen. Dat gelach ik een keer. Ik ben aan het werk nu, ja, in Enschede. En dan kan ik elk moment gebeld worden van mijn ander werk, dus je belt een beetje ongelukkig, ja. Maar ik bel je nog een keer terug, hè. Ja, gefeliciteerd in ieder geval. Dag! Goh, mijn vrouw.